Een feestelijke opening van Mijn Tafel van de Moon op de Geokaai in Snits. De eigenaresse weet al eens net wat ze ervan verwachtje moet, maar al gauw streemt de zaak vol klanten. Gewoon wil ik een tafel reserveren om goed te verkeerpen. En er kan gewoon van alles opstaan wat u zelf wil. Heeft u bijvoorbeeld zelf gemaakte kaarten of met oude spullen of nieuwe kleding? Ja, is goed. Dan kan dat er gewoon allemaal op. Wat is nou het verschil met deze winkel en een vrijmerk dan? Een vrijmarkt moet je zelf staan. Dit is een soort markt. Je huurt een tafel en je legt daar de spullen op die je wil verkopen en je gaat weg. Dus het werk wordt voor je gedaan. Hoe kwam je nou op dat idee? Nou, mijn zoon is getrouwd met een Finse en in Finland is dat een heel normaal concept. Verkepers brengen van alles in. Van kleien, nij of twaddehonsk, ontsniepsnaren en van boartesgoed ont antiek. Wij hebben al wat spul noor en vaak gaat het aan de kringloopwinkel. Maar ik denk, nou ja, je sitesdwang kennen is ook hartstikke leuk. Daar krijg ik nog wat geld voor. En waarom net via Marktplaats bij Glicks? Dan ben je altijd thuiswerz of zo en dan zet je del en het werd voor je verkocht. De verkeerper ontvangt de volslijne vraagprijs. En de benektafels waarvan de opbrengst naar goede doelen gaat. En mevrouw, zitten we bij? Nou, ik heb al helemaal achter de kassa neergezet. Het is al niet meer te tillen, zoveel staat er al bij voor mij. Dus jij bent wel in voor dit concept? Ik ben hartstikke in voor dit concept. Ik ben ook eigenlijk wel een beetje een rommelmarktfiguur, dus ik kan me hier helemaal vinden tussen oud en nieuw. Leuk. Ik vind het nog heel leuk. Want ik ben wel echt een beetje op antiek en curiosa, maar dat vind ik hier nou net zo heel voor. Nee. Maar even sneup is altijd leuk. Hè? De animo is boppen verwachting. In een moine tijd binnen alle 122 tafels, bestaande uit een rek en 12 planken, verhierd. Dat had ik niet verwacht. Ja, aan de ene kant hoop je dat natuurlijk, maar ik had vanmorgen ook wel een beetje pijn in mijn buik van dat ik dacht van wat gaat er vandaag gebeuren. Dus dat is heel spannend. Toch liek het dat vrouw Van Steen het spreekwoordelijke God in de merk vond had.